kooi. Ja, ja. Dus ik weet even wat eten. En met deze officiële handeling kreeg muzikant René van Rooij vrijdagochtend op het Osse politiebureau zijn accordeons weer terug. Die werden tijdens het paasweekeinde weggenomen bij een inbraak in zijn woning aan de burgemeester Ploegmakerslaan. Van Rooij hoorde het nieuws van de vondst donderdagmiddag. Ik dacht eerst nog even dat het een geintje was. En toen zei hij, nou dan bel even 0900, dan 0909 nummer. En dan weet je dat het geen geintje is. Ja, en dat klopte. Dat was goed nieuws. Ja, toen een vreugdedansje of zo gemaakt, wat deed je? Ja, volgens mij wel, ja. Dus ja, de mensen die binnen stonden konden in ieder geval duidelijk zien dat er iets aan de hand was, ja. Ze hadden een beetje het midden hebben gehouden tussen de staatsloterij en de straatprijs, ja. Van Rooij had de hoop dat de instrumenten nog ooit in zijn bezit zouden komen al een beetje opgegeven. De Ossenaar weet niet wie er achter de inbraak zit. Ben ik blij om te weten dat mijn spullen terug zijn natuurlijk. Maar ik ben toch wel erg benieuwd wie zoiets op zijn geweten heeft. Want iemand die steelt van kindjes, mijn spaarpotten van mijn kindjes waren ook leeg. Ja, dat zijn voor mij geen mensen. Ik twitterde vanmorgen, ik hoop dat hij met zijn blote voet in een Lego-blokje gaat staan. Maar ik hoop natuurlijk nog veel ergere dingen, als ik heel eerlijk ben. Van Rooij kreeg vrijdag op het politiebureau dus zijn instrumenten weer terug en werd daarbij door behoorlijk wat media gevolgd. Je ziet ze nou weer, hoe zien ze eruit? Ja, bijna hetzelfde als toen ze gestolen werden. Dus ik zit er wel wat kleine beschadigingen op, maar dat kan ik wel in mijn leven. Ik ben lang blij ze terug zijn. Ja. Ja, het is op het eerste oog, ja, geen gekke dingen dus. Nee, daar zitten een paar krasjes op en hier is een stukje hout uit, maar het is niks. Niet iets om over naar huis te schrijven in ieder geval, gelukkig. Ja, hoe voelt het nou om dit weer vast te houden? Hoe is dat? Ja, gewoon sowieso om ze weer terug te zien. Joh. Ik heb er gewoon van gedroomd van de week. Weet niet, en die kleine details die je niet meer weet. En nu zien ze weer terug. Denk je, ja, klopt. Ja, oh ja, die. Oh ja, zus. Oh ja. Inderdaad, dus, ja, ik ben kei blij. Dit is eigenlijk mijn lieveling, moet ik zeggen. Die is eigenlijk veel beter nog. Maar dat is mijn lieveling. Daar ben ik het allerblijste mee. Maar ja, het totale pakket. Wie had dat durven dromen? Ja, wel een beetje een emotioneel moment. Nou, gisteren vooral. Dus, het ergste heb ik gehad in ieder geval, buiten beeld. Ja. De accordeons zijn dus weer in bezit van de muzikant van WC Experience en Pap en Pudding. Maar kan hij er nog wel op spelen? Eind mei krijgt het bewonerscomité Os Zuid te horen of er een geschiktere locatie is voor een crematorium dan de Juliana Singel. Dat vertelde wethouder Hendrik Hoeksema tijdens een gemeentelijke commissievergadering woensdagavond. De bewoners zitten niet te wachten op de komst van een crematorium in hun wijk en verwijten de wethouder tunnelvisie. Dat bleek tijdens de vergadering waarin een inspreker felle kritiek uitte op Hoeksema. Een aardige man, maar iemand met gebrekkige communicatieve vaardigheden, werd gezegd. De wethouder pareerde door aan te geven zich niet in deze kritiek te herkennen. Hoeksema stelt serieus bezig te zijn met een onderzoek naar andere locaties. De bewoners hebben hier zo hun twijfels bij. Wordt eind mei vervolgd. Tot 1 mei kunnen Nederlanders anoniem vlindermessen, stiletto's en valmessen inleveren bij de politie. Dat maakte minister Ivo Opstelten vrijdag bekend. Het kabinet wil met een verbod op messen steekpartijen voorkomen. Ossenaren staan van oudsher bekend als de messentrekkers. Dus wat vinden de mensen op straat van deze maatregel van de regering? Ik vind het flauwekul hoor. Echt. Ik vind het echt flauwekul. Waarom? Ja, ik heb thuis een hele bak met messen liggen. Ja, ook met stiletto's? Nee, stiletto niet. Vlindermessen? Vlindermessen, ook niet. Valmessen? Nou, ook niet. Maar wat dan wel? Gewone snijmessen, gewoon botrammetjes smeren en een hele mutsje boel. Ik heb nog wel wat thuis liggen, ja. Ja, wat dan? Een stiletto, een vlindermes of een valmes? Verzamelmessen, dus. Ja. Oké, maar dan puur als hobby? Als hobby, ja. Ja. Hele goede actie. Ja, levensbedreigend. U zelf, in de kast nog speciale dingen liggen? Nee, gelukkig niet. Nee. Ook nooit gehad? Nee, nooit gehad. Als u naar het politiebureau zou gaan, u kunt wel behoorlijk de lading spekken? Ik denk het wel, ja. Want hoe groot is uw collectie dan? Nou, daar zal ik me niet over uitladen. Nee, zo groot? Nou, daar laat ik me niet over uit. Zoals de jeugd tegenwoordig opereert in het uitgaansleven, zou ik zeggen van laat ze alles maar inleveren, ja. Maar net als wij een mes hebben dat net niet aan de eis voldoet, ik zou zeggen het is geen probleem.
Ouderen die mogen die gerust hebben. Maar jeugd moet ze maar inleveren, wat mij betreft. Dus oudere mensen mogen vlindermessen, stiletto's en valmessen hebben? Ja, die hebben ze nog van vroeger. Daar doen ze niks mee. Die liggen ergens. Laat dat liggen, die hoeft dat niet in gaan te leveren. Geen vlindermes? Nee. Geen stiletto? En ook geen valmes? Daar nooit van gehoord eigenlijk. Dat ligt er allemaal niet in. Of staat wel bekend natuurlijk als de stad van de messenstekers. Ja, dat klopt, deze ook wel. Maar eigenlijk niet. Ik woon eigenlijk in Bergen, dus. Maar het telt niet mee? Nee. Ja, ik ben bij een Os geboren, maar... Ik loop ook met een mes. Is dat zo? Heeft u een mes op zak? Ik ben een Ossenaar, kijk maar. Oké, okay, en dat is, wat voor soort mes is dat? Gewoon een zakmes, hè? Dat is een zakmes. Dat is toch een mes? Je vraagt een messen. En die ga ik niet inleveren. Nee, maar stiletto's, vlindermessen en valmessen? Dat is de uiterste weg naar Kralingen. Nee. De politie kon vrijdag niet aangeven of er ook in Os een bak komt te staan waar messen kunnen worden ingeleverd. De actieweek is in ieder geval van 23 tot en met 30 april.